Mayday, mayday, motorjacht genant. Volle burgerdam voor anker. Het lijkt dat iemand verdronken is. Er moest iemand in het water. Met deze noodoproep moet er een reddingsactie op touw worden gezet. Een 14-jarige jongen is van een motorjacht gevallen. Hij kan niet goed zwemmen en komt ook niet meer boven water. Geen tijd te verliezen dus. Goedemiddag, bij de Zeeman ligt voor de beschoeiing van Amsterdam is een man te water die niet kan zwemmen. Onvindbaar. Via een communicatiesysteem, de Marifoon, kan iedereen op het water contact met elkaar en met de kustwacht houden. De kustwacht, die ook wel Den Helder Rescue wordt genoemd, is verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties in dit gebied en coördineert de boel. Wie wil helpen, meldt zich bij hen. Kustwacht Centrum, Den Helder Rescue, de reddingboot Seeker, ontvangt u die? Wij gaan die kant op, over. Ja, Den Helder Rescue, de Meander, wij hebben meegekregen, wij gaan even ons sleepje losmaken en dan zijn we gereed voor u. Maar dit communicatiesysteem werkt niet altijd. Dat wordt ook deze bewuste zondagmiddag duidelijk. Mayday is hier niet ontvangen. Ondanks dat de kustwacht op de hoogte is van een noodsituatie, hebben ze de Mayday niet goed doorgekregen. Er blijkt een steunzender te missen in dit gebied, waardoor het buitenei een soort doodpunt wordt voor communicatie. Ben je nou de rescue, Loki? Loki, geef bericht. Ja, we zijn hier aan het zoeken. Er is hier één schip waar iemand vannacht is gekomen. De Senang is dat. Die zeggen dat hij vlak achter het schip onder water is verdwenen. Hij is nu niet zichtbaar, hij kan niet ver zijn, dus eigenlijk hebben we duikers nodig op het. Station wat Den Helder Rescue aanroept, u bent niet te verstaan, herhaal bericht. Den Helder Rescue, was dat de Loki? Het probleem is algemeen bekend onder de reddingsteams en bij de kustwacht. Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie zijn hiervoor verantwoordelijk. Die laten weten dat er een project is opgestart om een steunzender te plaatsen, maar wanneer die er komt is onduidelijk.